Ja? Heb jij het strijkijzer gezien? Nee. Heb je problemen in en om je huis? Wil het niet lukken, kom je er niet uit? Ik ben Max. En ik ben Ralf. How to DIY. Kut. Wat zit je raar ineens? Jongens, laat even in de comments weten welk shirt vinden jullie leuker. Deze of die? Maar wacht even, waarom heb je een ander Omdat shirt gemaakt? Omdat ik eerder was met het logo. En dit is toch ook veel vetter? Reageer een bloemetje als je dit een leuke shirt vindt. Reageer een touwtje als je dat een leuke shirt vindt. Max, ik ga beginnen, ja? Ja. Yo, what's up boys and girls and everything in between. En welkom bij een nieuwe aflevering van How to DIY. Het kanaal waarop wij jouw problemen oplossen. Ja, en zoals je eerder hebt gezien, is geen probleem voor ons te groot of te klein om het op te lossen. En deze week hebben we weer een comment gekregen. Nou, Ralf, wat vonden we daarvan? Holy fuck sticks. Echt, ja. Ga dat maar eens oplossen. Nou, wij gaan dat doen. Guys, sos. Ik ben net in Amsterdam komen wonen. Echt nice. Maar nu heb ik sinds kort last van ratten. Ik weet dat ik ze zou kunnen laten doodmaken, maar dat vind ik echt zielig. Hebben jullie tips voor deze dieren? Liefhebbende vegan queen. In strijd met ratten. Was dat hem? Ja. Goed. Dieren doodmaken doen wij natuurlijk niet. Nee. Maar ik heb wel iets anders bedacht. Oh, dit is echt... Mag dit? Ik denk dat het een rat is. Is het een echte rat? Ja. Grap, hou op. Heb je een rat in je hand? Heb je een rat in je hand? Kijk, ik heb een lekker pakje voor je. Ben ik? Nee, ben ik de rat vandaag? Ja, echt. Ik denk echt dat je het heel goed kan. Ik ga niet de hele dag rat spelen. Ja, Max, je kan het echt heel goed. Kijk, het is echt een heel mooi pak. Oh, wat een goede dag is dit, hé. Oh. In deze aflevering, get rats or die trying. Doe even enthousiast voor de kijkers thuis. En vandaag ben ik jullie rat. Kom, zullen we even lopen naar de schuur? Ja, voor het shot. Hey Max, heb je er niet ontzettend veel zin in vandaag? Tering liar. Ga van af. Hier. Kijk, dit is een beetje grimmig. Je broer is opgehangen. Dit is mijn kleine broer en die is al gevangen. Ja. Goed, Max, wat hebben we hier allemaal? Ik zie wat tape, wat lekkere lijm. Lekkere lijm. Kwasten, pizza. Pizza. Folie. En nog wat behanglijn. En een groot net. 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 Ik heb er geen zin in. Denk je dat we hier iets mee kunnen vangen? Ja, dat denk ik wel. Kom. Kom. Hop. Oh, Max, jongen, wat doe je nou? Oh, nee. Ik heb hier een heerlijk hapje van jouw lievelingseten bereid. Nee. Wat bedoel je? Dat is niet mijn lievelingseten. Mijn lievelingseten is dragibus. Waarom heb ik dan allemaal lasagne ingekocht? Ja, dat weet ik ook niet. Wat voor lasagne is het? Met pesto. Oh, nou dan is het wel mijn lievelingseten. Als eerste, als je ongedierte moet bestrijden, moet je eerst alle gaatjes vullen, ja? Max, kan je nog ademen? Ja. Echt? Ja. Kijk, als ik hier een gaatje maak... Ralf is lekker lasagne aan het eten thuis en ik ruik dat als een rat. En wat doe ik dan? Ja. Ja, en dan ga ik natuurlijk nadenken, waar komt Max het eerst doorheen? En dat is natuurlijk de voordeur. En die voordeur, die moet dus dicht zitten. Precies, want dan kom ik er niet doorheen. Ja. Rat. Het gaat helemaal lukken. Kom, ouwe rat. Zo, zo, zo. Zo. Je houdt wel van lasagne, hè? Lasagne? Ik erger me, om eerlijk te zijn, al het afgelopen half uur aan je dat jij het heet het lasagne noemt. Want het is gewoon lasagne. Is het lasagne? Ja. Nee. Het is lasagne. Lasagna. Nee, het is lasagne. Nee. Oh, nee, 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 nee. Nee, andere kant op. Nee. De rat kan nergens meer heen, Louise. Oké, okay, Max, ik ga alvast even lunchen. Ja, goed zo. Ja. Kun je mij wel loshalen? Oké, okay, daar gaan we. Ralf! Ja?
Ik zit al lekker te eten. Hoe is de lasagne? Heerlijk. Ja? Ja. Oh, ik ruik het. Ik kom eraan. Ja, kom maar. Daar gaan we. Oh, nee. Het lukt niet. Oh, yes. Mijn aanloop was niet hard genoeg. Ik ga het nog een keer proberen. Ik ben een gefrustreerde rat. Godverdomme, ik wil die lasagne. Nee, kut. Ik wilde net een heerlijk hapje nemen van mijn zelfgebakken lasagne. En nu ben ik er, de rat. Het is dus niet gelukt. Nee, dus met folie werkt niet zo goed. We moeten het op een andere manier gaan doen. Ja. Auw. De eerste oplossing is helaas mislukt. Ben je klaar? Ja. Ik zweer het als je nog één keer doet. En daarom is het tijd voor de tweede. Zie je, ik schrok gewoon. Oké, nu klaar. Je hebt verschillende manieren om van ongedierte af te komen, Ralf. Maar een van de meest humane dingen is toch wel de plakstrip. Nee, echt. Nee. Nee. De allerergste is de plakstrip. Het moet humaan zijn. Ja. Dus, we hebben een mat. En we hebben een rat. Kom, de bank moet weg. Kom nou. Ben je klaar? Oké, let's go. Oké. Oh. Alright. Dat is een heel bekend beeld. Dit ben ik na een zomervakantie. Nee, dit ben ik op je moeder. Oh nee, geitje. Hey, wat ik wel denk, als we dit niet snel genoeg doen en het droogt al op, dan werkt het natuurlijk niet meer. Oh ja, dus de rat moet ook op de juiste timing. Ja. De rat moet binnen 5 minuten dat je dit hebt geverfd, moet hij aanwezig zijn. Je moet het heel goed timen. Laten we het haast maken dan. Ja. Denk je dat dit een rat vangt? De persoonlijke vraag? Ja. Ik heb zin in eten. Goed. Dan sta ik dus hier. Ik ga op de bank zitten. En jij gaat dan van daar naar daar kruipen, ja? Ja. Is dat de juiste opstelling? Of moeten we andersom? Ik zeg het toch zo. Oh, Ralf. Ik heb zo'n zin in de lasagne. Tel af. 3, 2, 1. Oh, lasagne. Lasagne. Oh, nee. Nee, hij is er bijna. Ik kom er niet vanaf. Hè? Zit je echt al vast? Nee. Oh. Doe eens beter je best. Ja, hoe moet ik nou beter mijn best doen om mezelf vast te plakken? Kijk, ik denk dat een rat eerder een beetje op zijn buik zou komen. Ja, zo. Een rat komt altijd een beetje breakdancend aan. Baby! Oeh, het houdt je wel goed tegen, merk ik. Oeh, fuck. Oh, kut! Ah, de lasagne is van mij! Ik heb een nieuw pak. En ik heb lasagne vast. Want Max laat zich niet zomaar vangen. Zeker niet. En daarvoor keren we terug naar de essentie van het rattenvangen. Ja. Wat is de klassieke methode? Bam! De rattenval. Bum, 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 bum. En hoe kom jij hier aan? Ik gebruik hem altijd om het hondje van mijn buren te vangen. Ja. Wat heet hij ook alweer? Marco. Rest in peace, Marco. Gaan we nou nog aan Louise uitleggen hoe je nou die rattenval maakt? Nee. Ik leg alvast wel even een spoor neer. Ik denk dat jij nog niet mag kijken. Oké, dan ga ik naar buiten toe. Oké. Het is dus heel belangrijk dat als je het ongedierte uit je huis wil verdrijven, dat je gewoon genoeg eten op de grond legt. Max, kruip maar even in je rol. Kan ik? Ja. Je doet het echt super, Max. Ja. Jezus, wat zijn we aan het doen? Mama. Oh, waar ga je heen? Oh. Oh. Oh, Max. Oh, nu zit je helemaal gevangen. Ja. En zo sterf ik een langzame, maar humane dood. Max, je had even een zware dag, hè, vandaag. Het was niet mijn favoriete aflevering. Het is niet allemaal zo gelukt als dat we wilden. Nee. Ik denk dat er één echte oplossing is om je voor eens en voor altijd uit te roeien. Wat heb je nou nu weer in petto? Ik ga je... Hey, what's up, peeps? Yo, guys. Je moet even miauwen. Nee. Jawel. Miauw. Iets harder.
Miauw. Hey Louise. En de rest van onze kijkertjes. Zoals je ziet leef ik nog. I'm still here. Ik ben aanwezig in dit katje kwispelt en kwispelt. Bam. En dat is ook echt Louise de beste oplossing. Neem gewoon zo'n trouwe viervoeter en it will bring you to safety. Ja, want wij doen geen dierenpijn. We eten geen dieren. En als we een dier hebben gevangen, dan laten we hem gewoon weer los. Vegan. Ik ben vegan. Kebab. Dinner. Worstenbroodjes. Ik moet er niet aan denken. Godverdamme. Haatvlees. Ramen. Ik haat dieren bijna. Eens. Echt. Fucking ik, kut. Ik denk er niet eens aan. Ik haat koeien. Ja, dus ben je nou helemaal hoog tot de botel van deze video? Like, subscribe en abonneer. En misschien lossen we jouw problemen wel op. Love to stay vegan, love to stay healthy. Louise, stay safe.